Roel kwam in mijn leven in 1984. Toen was hij 15 jaar. En ik had net een sportschool geopend en dan komt hij mijn sportschool binnenwandelen. En ik dacht, nou, dat is een pittig ventje. Dus ik zag hem zo een beetje sparren en ik moest hem eigenlijk afremmen omdat hij zo explosief was en flinke stootkracht had. Ja. En daar is eigenlijk een beetje het verhaal begonnen. Zijn moeder zet hem eigenlijk elke dag af op de school en er ontstaat uiteindelijk een relatie. Dus ik werd eigenlijk zijn stiefvader, want ik ben op een gegeven moment getrouwd met zijn moeder. Later wordt daar Nicky dus uitgeboren. Dus we waren natuurlijk dag en nacht bij elkaar, want we woonden natuurlijk allemaal samen. Ja, we waren de hele dag met dat kickboksen bezig. Ik had net een sportschool geopend en hij was een nieuw talent, opkomend. En hij was ook een talent, maar de hele dag ging het over kickboksen natuurlijk. Trainden jullie ook met Ramon? In het begin train ik wel met hem, maar op het laatste jaar was het gewoon, het niveau was te hoog. Hij had echt goede sparringspartners in zijn tijd, ja. Dus echt het sparren voor de wedstrijd deed ik niet meer met hem. Het was ook mijn broer, weet je. Ik vond het ook raar om hem, zeg maar, om een klap te geven, weet je. Ja. Het is toch, ja, mijn oudste broer, daar heb ik toch wel enigszins respect voor. En, ja, andersom was het natuurlijk niet zo. Ik heb maar twee keer met hem gespart. En maar hij pakte meer. Jou wel eens uit, ja, tuurlijk. Ja. Ja, in de ring, hè? Maar dat deed jij ook bij mij, dus ja. Dat is denk ik gewoon een broerkwaal. Ik kon met beiden niet sparen, want ik kreeg gewoon gelijk een pak rammel en was ik spaarde niet met hem. Ja, hield je dan niet rekening met jullie? Nee, echt niet. Ik was een jong, fel ventje, hier heb je er een. Nee, dat viel reuze mee hoor, hoe vriendelijk dat ze waren met handschoenen aan. We moesten eigenlijk wachten tot hij 18 werd, voordat hij de A-klasse in mocht officieel. Maar hij won eigenlijk alles op knock-out. En dat was spectaculair. Dus dat ging heel snel het wereldje rond in Nederland. En ja, toen werd hij inmiddels bekend in Nederland. Maar uiteindelijk kwam ook het internationale gebeuren om de hoek kijken. En dat begon eigenlijk een beetje in Frankrijk. Waarom beland je dan opeens in Thailand? Nou, hij had dus op dat moment had hij internationaal furoren gemaakt. In Europa, laten we het maar zeggen. En toen werd er door een promotor in Nederland werd er een satellietevenement naar Thailand georganiseerd. Dat was eigenlijk het eerste satellietevenement vanuit Amsterdam. Dat was in 1990. Ze zochten daar de beste vechters uit Nederland, maar ze hadden voor één kampioen uit Thailand, dat was Namphon, een absolute kampioen, hadden ze geen tegenstander voor. En ik weet nog de verbazing van de promotors uit Thailand en de mensen daar, ook vanuit de regering, die zeiden van ja, gaan jullie zo'n jong mannetje, want hij zag eruit als een soort kuifje, durven jullie die tegen onze kampioen te zetten? En dan is dat fenomenale gevecht dat hij hun kampioen daar neerhaalt in de eerste ronde. En daar begint die doorbraak. Muay Thai was daar prime time sport. Hoger als voetbal of wat dan ook, kan je niet vergelijken in die jaren 90. Ze brachten eerst nog een jongen die ook van die kampioenen in het verleden gewonnen had. Dus ze denken van, nou, dat is misschien een geluk en we zullen eens even kijken wat er met deze man gebeurt. Maar die bleef in de eerste ronde gewoon liggen. Dat was Thierry Vanhies. En daar ontstaat de eigenlijke doorbraak van Ramon. Dan kunnen ze er niet meer omheen en dat is het begin van zijn carrière in Azië. En dat is ook de trofee die daar uitgereikt wordt. Die staat overigens hier, als we kunnen zien. Kijk, dat hebben we hier. Dit is de Ramon Dekker Trophy. Dus die is van 1990 tegen Thierry Vanhies. Ja, dit hangen die generaals en zo altijd om, dat is traditie in Thailand. Maar dit is de officiële Ramon Dekker Trophy die we nu nog steeds in glory toernooien geven aan de winnaar. Als symboliek voor, dit is het begin van jouw carrière. Wat heeft hij betekend voor de kickboxwereld? Nou, ik denk dat hij gewoon een grondlegger is van de sport, weet je wel. Dat heeft hij echt wel op de kaart gebracht. Zoals in Thailand, zoals over de hele wereld. Ja, hij was de eerste Europeaan die buiten Europa überhaupt kon winnen. Mm-hmm. En op wat voor manier won hij dan, weet je. Hij sloeg ze er gewoon uit, om het maar even zo plat te zeggen. Ja. En ik denk dat hij heel veel deuren heeft geopend voor de jongens van nu. Ja, zeker. Omdat Thailand toch wel de bakermat is van die hele sport en hij als Nederlander in principe daar zo presteerde, ging dat onmiddellijk heel de wereld over. Want iedereen die met die sport bezig was, of het nou Amerika was, Australië of Duitsland, Frankrijk, iedereen keek altijd naar Thailand, want daar kwam het vandaan. En daar zaten de beste vechters. En er was één ventje uit Breda en die sloeg die jongens daar plat. Dus ja, dat bracht en Ramon, maar ook de sport en ook Thailand, maar het hele Muay Thai en later kickboksen wat eruit ontstaan, heeft dat gewoon de wereld ingebracht. En daar is hij ook voor gehonoreerd door de koninklijke familie overigens. Een paar maanden voordat hij overlijdt, heeft de dochter van de koning van Thailand geeft hem dus die award gegeven. En hem ook ambassadeur voor alle foreign fighters die in Thailand vechten. Daar is hij ambassadeur van. En dus de waardering wat hij voor het Muay Thai en voor Thailand betekend heeft. Het is ook mooi natuurlijk dat hij nog steeds zo genoemd wordt. Kijk, pionier van de sport.
ambassadeur van de sport. Ja, kijk, hij is natuurlijk wel echt wel een legende. Ja. En dat gaat gewoon nooit meer weg. Dat blijft gewoon voortleven.